Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Ik ben bezig kijken bij de kappersopleiding en bij interieurdesign. Bij de kappersopleiding heb ik moeten vlechten. Oké. Wij houden een wegwijsdag voor VMBT, derdejaarsleerlingen. En die zijn we een beetje aan het begeleiden over wat wij hier op onze school doen. Ik vind het al heel interessant dat ik dingen kan zien en dingen kan doen die ik nog niet gedaan heb. En die mij een betere indruk geven over alle opleidingen. Mijn rol is eigenlijk de mama. Ik begeleid de leerlingen die in groepjes worden verdeeld naar de verschillende activiteiten die we hier op school hebben. En daarin zorgen wij eigenlijk dat de sfeer heel fijn is. Dat de leerlingen die komen hier toch voor de eerste keer, dat is spannend. Dus wij proberen ze ook gewoon zo vriendelijk mogelijk te ontvangen. Hun ook wel een stukje zelfvertrouwen te geven van hey, mag je lekker mezelf zijn op school. En ook gewoon ja, gewoon als ze bijvoorbeeld een activiteit hebben, dan is het toch dat iedereen is heel terughoudend van oh, ik durf het nog niet. En wij zijn er dan eigenlijk om te zeggen van hey, jongens, gewoon doen, gewoon proberen. Wij willen eigenlijk die sfeer willen wij gewoon heel prettig maken voor de leerlingen die hier komen kijken. Weet je ook al zeker dat je hier een vervolgopleiding wil volgen? Nee, maar ik denk het wel, want ik heb ook van mijn broer gehoord, zit er ook op school, dat er wel een leuke school is en ik wil later ook eens met verkoop en business gaan doen, dus ik denk het wel, maar ik weet nog niet zeker. Wat zijn jullie precies aan het doen hier zo? Ja, we zijn eigenlijk deze studenten gewoon aan het leren hoe wij hier op school een oppervlaktereiniging doen. En maskertjes en crèmes, dat is eigenlijk een beetje in de vogel. Ik vond het een leerzame dag. Vooral de dingen die we krijgen te leren. En ik vind het leuk. Het leukste van vandaag vond ik dit eigenlijk, de website maken.